Ik sta hier voor de bijzondere camper van Henk en Ellie. En dat is een oude Amerikaanse schoolbus. En die hebben ze zelf helemaal omgetoverd tot hun droomcamper. We hadden een gesprekje met Henk en Ellie en we mochten ook nog even binnenkijken. Veel plezier bij deze video. Ja, het was ons levensdoel. Wij hebben gezegd van we willen niet langer werken. En wij willen met een schoolbus eigenlijk op vakantie weg. En toen moest je knopen doorhakken. En hebben we onze woonboerderij verkocht. En toen zijn we in een rijtjeswoning gaan zitten. En toen is deze uit Texas gekomen. En de onderstel is uit Noorwegen. En we hebben dat samengevoegd. En daar zijn we bijna 3 jaar mee bezig geweest. En we zouden eind mei zouden wij naar Amerika. Om de vorige eigenaar van de GMC, om die te laten zien in Texas. Maar door al die omstandigheden nu, uitstellen. Nou, en eigenlijk goed. Want nu doen wij alle kinderziekjes eruit halen. En we gaan hem een klein beetje verbeteren hier en daar. En zodoende zijn we hier nu in Duitsland. Dan heb je dus een schoolbus uit Amerika. En daar zit verder niks in. En dan moet het nog een camper worden. En hoe begin je dan? Nou, dan begin je te kijken. Wat mist, wat goed en wat past en wat past niet. Nou, toen kwamen we eruit dat het onderstel niet goed genoeg was aan de moderne eisen van tegenwoordig. We wouden heel graag een diesel. En er was een lijn 6 benzine zat erin en er moest eigenlijk een diesel in. En dan zit je met milieueisen. Dus we hebben nu een Euro 5 Iveco dieselauto, vrachtwagen eronder gemaakt. En ja, dan ga je aan passen en meten. Hoe komt die rijtechnisch klaar? Oké. Ook gelukt. En toen zijn we naar de RDW geweest en hebben we keuring gekregen. En eerst in 2 stappen, maar dat is goed gekomen. En nu hebben we een Euro 5 diesel camper, schoolbus camper, die met alle moderne eisen heeft. Stuurbekrachtiging en cruise control en luchtveringen, noem maar op. Alles zit erop en erop. Oké, maar dan is het nog geen camper? Nee, en dan heb ik mijn vrouw nodig en dan gaan we met plakband aan de gang op de vloer. En dan kijken waar de indeling het efficiëntst is. En zo zijn we eigenlijk begonnen met timmeren en met hulp. Ja. Uiteraard met hulp van sommige mensen. En wat waren jullie uitgangspunten daarbij? Self-supporting. Alles proberen zelf te doen. Een voorbeeld, we hebben een waterzuiveringinstallatie erin. Met conditioneerder. Die zit er dan in. We kunnen dus water uit de sloot halen. En dan is drinkwater, filterd is drinkwater. We hebben goede grote zonnecollectoren erop. Wij koken op diesel. Dus wij willen ook, we hebben maar 1 brandstof, of 2 eigenlijk. We hebben ook een houtkachel erin. Dit is een salamandertje. Een houtkachel, er zijn wat kleine stukjes hout kunnen erin. Korte stukjes, laat ik zo zeggen. En we hebben zo gedaan dat we willen geen koolmonoxide in de bus. Dus we hebben de primaire lucht, de verbrandingslucht. Dus die komt hierachter. En dan is het een gesloten toestel. Hij zuigt als het ware de lucht onder de wielkast weg. En dan in de bus. En dan gaat de pijp naar buiten. Als we rijden... Dan hebben we deze natuurlijk altijd eraf. En dan zuigt hij alsnog in de kachel, de lucht. En dan hebben we de pijp. En dan boven hebben we een appelmoesblikje erbovenop. Die gaat eraf. Ja. En dan gaat er deze op en dan is het perfect. Werkelijk waar, is heel goed te regelen. We hebben hier 2. 1 is voor onder de lucht een beetje temperen. En die andere is voor de zijwanden een beetje te temperen. Dit is echt ideale kachel. We hebben een composttoilet. We verbruiken geen water. We hebben 100 liter schoon water in ieder geval. Ook 100 liter afvalwater kunnen we dus opvangen. Maar compost en een chemisch toilet vonden wij niet goed als wij toch in de natuur gaan. Dus vandaar hebben wij eigenlijk een droog closet. Mijn oude vak vroeger, dat was dus loodgieter, installateur. Kijk, en dan zie je samen met mijn vrouw maken we dus koperen routes. 12 mm, de vrouw die doet de ringen, die is er keurig aan en de mooie gordijntjes. Nou, en dan probeer je dat een beetje door te trekken. Dat zie je straks in het toilet wel. Ja. Ja, en in de waterpomp. Ik ga allemaal even op. De waterpomp, kijk, die doet het ook gewoon.
En dan lijkt het dat de pomp, maar de uitloop is de pomp. Ja, geweldig. En de dingetje is van een oude boiler. De gootsteen is van een oude boiler. Nou, de kranen ook, zie je, dit is allemaal oude kraanknagen, handvaartjes. Ja, nou, als je dan hier ziet, hebben nog geen passende horrogaars ramen kunnen vinden. Dus we doen maar een klamboe. Dan denken we dat ook kunnen. Maar kijk, hier zie je ook dit. Ja, waarom is die? Nou, we hebben achter een achteruitrijcamera en een dashcam. En dan lopen hier de kabels door. De bedrading loopt er door. Ja. Moet er weer bij kunnen, toch? Ja. Er komt nog een airbrusser aan de pas. En die, en als je dan technisch weer ziet. Want de Iveco die was langer en breder dan een schoolbus, GMC. Dus we hebben hier 12 centimeter tussen gelast. Hier 12 centimeter, omdat hier de airco achter zit, moest dat naar voren. En de bus op zich was 12 centimeter te kort voor de wielbasis. Want anders stonden de spatborden niet boven de wielen. Dan hebben we hem hier ook dus verlengd, de bus verlengd. En verhoogd uiteraard. We hebben 20 centimeter verhoogd. Dan konden wij er ook rechtop in staan. Dit is dus nieuw, dus dit is eigenlijk nog grondverf. En dat wordt zo gemaakt, zoals dit. Dan zie je straks niet dat het gemaakt is. Om te voorkomen dat ze 's nachts mijn vrouw roven, ja, als we, waar we ook terechtkomen, hebben we dus dit als nachtslot. Kijk, de deur gaat zo half-half. En dan doen we deze zo. Aan de binnenkant. En dan gaat de deur nooit naar binnen. Nou, klaar. Hou ik mijn vrouw. Dat grapje, hè? Ja, kijk, dit is ook allemaal. Dat is wel luxe, hè? Henk en Ellie, jullie hebben echt een bijzondere en prachtige camper. Wij vonden het erg leuk dat wij een kijkje mochten nemen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Nog veel veilige en gelukkige kilometers. Dat proberen we. Tot zover deze video. We hopen dat u het leuk vond. Abonneer op ons kanaal voor meer leuke video's. Bedankt voor het kijken. En graag tot ziens.